Het korpspolitie Suriname meldt dat op de Tafelberg in het zuiden van Suriname afgelopen woensdag een hoeveelheid cocaïne van ongeveer 903 kilogram is onderschept en in beslag genomen. De operatie is uitgevoerd door een gemengde eenheid bestaande uit leden van het KPS en andere veiligheidsdiensten. Tijdens een persconferentie gisteren is hoofdinspecteur Judy Drachtenstein, waarnemend hoofd van de bestrijding zware criminaliteit, ingegaan op de kwestie Tafelberg en de containers met vermoedelijk illegaal hout die op de Jules Setny haven in beslag zijn genomen. Daarnaast is er gistermorgen voor hoogstwaarschijnlijk een dropping geweest op de Tafelberg. Een dropping van drugs. De politie werd daar de hand ingeschakeld en er is, nadat de drugs gewogen is en overgebracht is, althans eerst overbrenging, daarna wegen, één verdachte aangehouden die ter plaatse was aangetroffen om de wacht te houden. In totaal gaat het op een hoeveelheid van 903,7 kilogram. Cocaïne. Aan de opsporing van die andere verdachten wordt gewerkt. Ten aanzien van die containerzaak mag ik u meegeven dat de politie, dat het een grootschalig onderzoek is en dat de politie bezig is die containers van de haven te verplaatsen naar een plaats van berging. Ik heb de informatie ook en de beelden gezien in de media, niet in de media, correctie, op Facebook, waarbij er van alles en nog wat geroepen wordt. Mijn mensen, de politie, de douane, SBB en andere actoren zijn bezig met het onderzoek. Die containers moeten gestript worden, ze moeten worden uitgelaten. Het werk kan niet op de nieuwe haven verricht worden vanwege het feit dat er importgoederen aankomen en ook andere goederen geëxporteerd moeten worden. Het gaat in een totaal om 100 containers die allemaal onderzocht moeten worden. Judith Drachtenstein, waarnemend hoofd bestrijding zware criminaliteit. Zij geeft verder aan dat niet alle containers die overgeplaatst moesten worden op de plaats van berging zijn aangekomen.